Dit is het, een model van de halve maan, dus van het schip van Henry Hudson. We weten eigenlijk alleen uit de documenten maar de afmetingen van het schip, maar er zijn geen tekeningen van de halve maan zelf. Maar aan de hand van vergelijkbare schepen en wat we weten over scheepsbouw in die periode, het type schip, is dit type schip is inderdaad gemaakt. We zijn hier in een tentoonstelling, The World of Henry Hudson, Amsterdam, New Amsterdam, in het Museum of the City of New York. Ik heb samen met de mensen van het museum hier aan meegewerkt als historisch consulent, een mede-samensteller. En we hebben hier een heleboel prachtige voorwerpen, zowel uit Nederlandse musea, maar ook veel uit Amerikaanse musea. Dus archeologische opgravingen, daar hebben we dingen van, schilderijen om dingen weer te geven over het begin van de 17e eeuw. De belangrijkste lijnen die we proberen te trekken is dat zowel Amsterdam als Nieuw-Amsterdam een enorme ontwikkeling doormaken. Amsterdam wordt de hoofdstad van de wereld, het centrum van de wereld zou je bijna zeggen. Mm-hmm. En Nieuw-Amsterdam is dan eigenlijk nog maar een klein eilandje, een koloniaal eilandje. Deze maquette, waar komt die vandaan? Deze maquette is hier gemaakt in het Museum of the City of New York op basis van de Castello-kaart. En de Castello-kaart is in het begin van de 20e eeuw in Italië ontdekt in een villa bij Florence. Dat is een kaart die gemaakt is voor de aartshertog van Florence, Cosimo II, de Medici. En daarom toont het ook een, ja, hoe zal ik zeggen, een ideaal beeld. Je gaat niet een modderig dorpje aan de muur hangen als je aartshertog bent. Er zitten natuurlijk een aantal prachtige dingen hierin. Het meest opvallende op de kaart en op de maquette is natuurlijk het fort. Fort Amsterdam hier. Met de kerk in het fort, barakken, gebouwen, de poort aan deze kant, dus aan de noordkant. Dit is Bowling Green. En dat is het marktveld waar de markt gehouden werd. Daarvoor, wat nu Bowling Green is, is het begin van Broadway, de brede weg. En het loopt dan nou, tot aan de wal, de palissade met een gracht daarvoor, wat nu Wall Street is. In die tijd werd het pad langs de wal genoemd. Of ook wel later het single. En, het single. En de Broadway loopt natuurlijk helemaal door naar boven. Dat was de brede herenweg, zoals dat dan ook genoemd wordt. Wat we verder hier zien is Stuyvesant's grote huis. Whitehall, waar nu Au Bon Pain zit. Dat is hier. Het is natuurlijk gebaseerd op een ideaalbeeld dit. Ja. Maar het is wel de enige kaart van Nieuw-Amsterdam die we hebben, die Castello-kaart. Dus het is wel een belangrijke kaart. Het is misschien zelfs interessanter omdat het een ideaalbeeld is. Want het geeft ook aan wat de ambities van die kolonie waren. En het hele denken van de 17e eeuw zit niet, we gaan iets nieuws doen, maar we nemen het over. En dat is de reden waarom Nieuw-Amsterdam dus ook zoveel op Amsterdam lijkt.